Ja, goedemiddag allemaal. Nou, daar zijn we weer live vanuit de Magical Gifts winkel. Magicalgifts.nl. Ja, wat een dag. Het was gewoon echt gewoon hartstikke leuk druk. En we hebben ons aan de maatregelen gehouden. Iedereen die heeft op een gemak kunnen wachten. Stonden geen rijen, wat wij op tv hadden vernomen. Het is hier allemaal goed gegaan, gelukkig. Daar wil ik gelijk even op aanmerken dat wij we hebben onze openingstijden. Ja, ik ben gewoon echt aan het hakken omdat we het gewoon best leuk druk hebben gehad. Dus ik ben even nog aan het bijkomen. We zijn nu vanaf volgende week 7 dagen in de week geopend. Dus maandag tot en met zondag. En we hebben ook de koopavond weer opgepakt. Dan hoop ik gewoon wel dat het natuurlijk allemaal doorgaat. Als iedereen zich ook aan de regeltjes houdt in heel het land. Dus, maar hier is het allemaal goed gegaan. Dus donderdag zijn we dan tot 8 uur geopend. Ja, mochten er wijzigingen zijn, dan gaan we dat natuurlijk uiteraard melden. Maar we merken gewoon, de mensen willen allemaal de kerstinkopen doen. Nou, dat kan. Dus, en natuurlijk ook online. Dus dat was de eerste iets wat ik wilde vertellen. Nou, we hebben weer fantastische Retired Traditions beelden. We gaan er een paar veilen en een paar zijn er ook zo te koop. We beginnen. U kunt nu, als het goed is nu ook actief op onze veilingvlog. Dus als u nu gaat kijken op onze website www.magicalgifts.nl en u kijkt dan bij de categorie vlog. Dan ziet u dat, veiling. Dan ziet u dan de dopie gaan veilen. U ziet het startbedrag er ook gewoon bij. En dan hebben we ook de kanga. En de roer die staat ook voor de veiling. Dus daar kunt u gewoon alvast, u kunt bieden. En dat is dan tot morgenavond. Nou, de ervaring is, het gaat gewoon hartstikke goed via de website. En dan ook de Tinkerbell. Dus ik ga jullie heel veel succes wensen. Fantastische beelden weer. Retired. Dus wil je die gewoon bemachtigen? Nou, zet hem op. Ga maar gezellig bieden. Ja. Dan hebben we deze voor de verkoop. Die staat ook bij ons op categorie vlog. En dan hebben we ook nog Tinkerbell in die mooie schoenen. En dan ga ik heel stiekem vragen. De startprijs van de Mickey en Minnie is, startprijs, het is gewoon de verkoopprijs. Gewoon verkoopprijs, €79,95. En van Tinkerbell ook €79,95. Dan ga ik even een vraagje beantwoorden, Wendy. Ja, mensen het is voor sommige mensen is het nog niet helemaal duidelijk hoe het precies zit. Surf naar www.magicalgifts.nl/veiling. Al wil je meedoen aan de veiling. Ja, maar je kan ook gaan kijken bij de categorie. Ja, kan ook. Kan je ook gaan kijken en dan zie je inderdaad de tapjes aan veiling of vlog. Ja, en wil je dus over de andere artikelen inderdaad, dan ga je naar het andere tapje of naar www.magicalgifts.nl/vlog. Ja, dus kunt u gewoon via de website ook allemaal terugkijken. Dus ook voor de verloting allemaal. Dat staat allemaal gewoon bij ons op de website. Ja. Dus. En nou zijn jullie natuurlijk ook benieuwd wat wij over 2 weken gaan doen. Nou, dat wordt gewoon hartstikke leuk. Wij gaan namelijk een live evenement, zeg ik dat goed Dennis? Ja. Ja, een livestream evenement organiseren. Dat betekent dat de winkel natuurlijk ook gewoon open is. Maar we gaan gewoon hele leuke dingen doen. Dat gaat voor zaterdag en voor zondag. Ook gaan we gewoon op de zondag gaan we veilen. Nou, we een veiling organiseren. En jullie moeten gewoon echt gewoon kijken. Want heel de dag hebben we allemaal hele leuke entertainment via de livestream. Livestream. Ja. En dat wordt heel professioneel gedaan, want ik heb al die camera's al gezien. Dus het is net RTL 4 hier. Nou, het is gewoon helemaal, het is gewoon een studio gewoon bij ons thuis. Ja. Nee, inderdaad, 12 en 13 december, allebei de dagen hebben we een hele mooie lange livestream van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Ja, we hebben heel veel prijzen te winnen. Ja, ook dat nog. Ja. En we hebben zoveel leuke onderdelen. Maar dat wordt, vanaf volgende week gaan we langzamerhand alles een beetje aankondigen. Dus hou Facebook in de gaten. Ja,
maar dat wil dus nogmaals niet zeggen, de winkel is gewoon geopend. We hebben voldoende mensen en we kijken ook natuurlijk, we houden ons aan de regels, wat gewoon ook normaal is. En ja, dat hebben jullie al eerder al ondervonden. Wij houden ons daaraan. Als jullie daar ook aan houden, komt het allemaal goed. En het wordt gewoon heel gezellig, want we moeten toch dit jaar toch gewoon ook leuk afsluiten. Dat jullie gewoon langs kunnen komen of via de livestream, ja... Het magische gevoel willen we wel aan jullie blijven. En het is misschien belangrijk om wel even te vermelden dat op 12 en 13 december de winkel allebei de dagen tot 8 uur 's avonds open is. Ja. Dus dan is er wat meer ruimte. Zowel op je mobiel als gewoon in de winkel. Ja, nou, het is gewoon bijna. En nog volop met verrassing. We hebben allemaal hele leuke dingen. Ik heb er ontzettend zin in. Mee bezig. Elise is degene die voortouw genomen heeft. Die vond het een fantastisch idee. Nou, wij vonden het ook gewoon heel geweldig. En die is het met een hele team ook helemaal aan het uitwerken. Nou, fantastisch. Wij gaan ervoor. En jullie zijn natuurlijk zowel in de winkel als op de digitaal van harte welkom. Ja, dus hou Facebook echt in de gaten. Vanaf maandag komen er al de eerste aankondigingen. Dus dat wordt spannend. Ja, nou, dat wordt gewoon heel leuk. Ja. Heel leuk. Dan hebben we, van de week hebben we de loungefly-tassen weer een deel binnengekregen. Ik denk dat volgende week alweer, nou misschien twee weken, Cinderella en Fantasia binnen gaat komen. Deze is van The Rescuers. Helemaal leuk. Even een goed moment van deel 2, hè? Dus The Rescuers Down Under. Ja, het is, ik zal hem even herhalen. Het is van Down Under. Dan weet je, want Dennis zegt dat... De reddetjes in Kangaroeland. In Kangaroeland. Ja, dat is belangrijk om te melden, hè, Wendy? en wie is dit dan? Dit is natuurlijk ik zou het echt niet weten. Poel. Ja, nou, ik dacht hem wel op Winnie de Pooh lijkt. Nou ja, ik dacht eigenlijk dat het Eeyore was, maar... Nee, Stitch natuurlijk. Ja, fantastisch. Ook binnengekomen is gewoon op voorraad. Nou, dan hebben we deze ook weer op voorraad. De lieve, leuke, schattige pastelkleuren theekopjes of koffie of chocomel. Je kan er ook gewoon een wijntje in doen. Dat is het om het te verbergen als je natuurlijk alcoholist bent. Nee, maar dat was een grapje. Maar goed, dat kan natuurlijk, want je ziet het eigenlijk niet dan. Nou, dat, dat moet ook gewoon kunnen tussendoor. Dan hebben we natuurlijk ook nog, ik heb gewoon altijd gewoon heel veel te vertellen. En vanmiddag zei iemand van, jij hebt alles leuke, Wendy. Nou ja. Dat is ook zo, want we hebben allemaal leuke spullen. En ja, dan vind ik het ook leuk. Het zou raar zijn als ik iets verkoop en ik vind het niet leuk. Het kan zijn smaak heb je natuurlijk, maar de meeste dingen, ik word er altijd helemaal enthousiast van. En voordat we verder gaan, even een oproepje. Hebben jullie nu nog vragen? Kan je ze nu nog in de comments zetten, want dan beantwoorden we ze zo meteen. Ja, tussendoor, inderdaad. Dan wordt het nog een uurtje voor. Ja, dat maakt toch niet uit. Ik wil wel even naar de WCC toe lopen. Want, doen we dat? Ik heb van de week natuurlijk die groene doos laten zien. Nou, ik moet al zeggen, ik laat wel een deel zien, maar er is ook al een deel gereserveerd. Maar we laten wel gewoon even de mooie WDCC doen. En ik heb ze nog niet online gezet, omdat er al een deel gereserveerd is. Dus, loopt u even mee. En ik zie ineens gewoon, laat het gewoon naar beneden. Gewoon, dan moet je even dat gewoon filmen. Ze mochten niet, dat was een geintje. Zijn ze nou gewoon verstopt achter de balie? Dat kan toch niet. We hebben. En de telefoon die gaat ook. We hebben toch het geluid staat aan. Ja. Het is allemaal goed. We hebben de Alice Wonder. Dit, ja. Laten we die dingen die niet gereserveerd zijn. Dat is niet leuk. Nou, die is niet gereserveerd met de rups van Alice in Wonderland. Een WDCC. Daar hebben we de Finding Nemo. Heel tafereeltje. Helemaal compleet met base. Dan hebben we ook nog de Little Mermaid, behalve de zwakke, maar de Little Mermaid, die hebben we weer opnieuw aangeboden gekregen. En deze is ook zo leuk. Robin Hood. Oh. Jo, en dan hebben we, de feetjes, maar ja, dat is ook, wat ik al zei, het was even druk en leuk dat het gereserveerd wordt, maar dan kan ik het niet meer aan jullie laten zien. Ja, wel laten zien, maar, oh ja, dit is stiefzusjes. Kijk nou toch. Die kijken zo vrolijk. Maar denk je van de stiefmoeder. Ze kijken ook echt zo van, wat zijn ze van plan, denk je, bij je eigen? Ja, ja. En dan hebben we ook Bambi weer met Mother en Tumpetje. Niet helemaal compleet van de Aristocats hebben we dan.
ja, eigenlijk... Ja, je kan nog wel eventjes... Ja, van Jiminy Cricket. Ja, nou goed. En dan wil ik ook nog even, want was ik bijna vergeten, de snowgloop van Sneeuwwitje. Dat is deze. Ik was hem niet vergeten, maar wel vergeten om hem op tafel te zetten. En deze is €349. Ja. Dit is wel een Magical Market artikel. Dus ja, mochten jullie geïnteresseerd zijn. Het staat niet op de website, maar dan kunnen jullie gewoon wel even een pb'tje sturen. Leuk hè? Ja, helemaal goed. En dan gaan we even kijken, kunnen jullie ons weer horen? Want ik denk dat... Zijn er problemen met... Ik krijg dat Wendy bijna, is bijna niet te horen, maar alles werkt. Alles werkt hier, maar dan maak ik niet uit. Jullie kunnen me nu nog goed horen. Dan houden we gewoon alles gewoon eventjes bij de hand. Dan ligt het aan de ding. Hier wel goed te horen, wordt er geroepen. Fantastisch. Ik ben blij. Nou, sorry. Wat hebben we nog meer? Hebben we vragen? Ik ga even scrollen. Hoeveel is die Dumbo met ooievaar? En is die nog beschikbaar? Die is helaas gereserveerd. Oké. Okay. Even terug scrollen, want een hoop mensen die allemaal roepen... Hoi Wendy, hoi, hoi Dennis. Hoi Dennis, hoi Silva. Even kijken. Jimmy Klaver zegt hoi. Hoi. Even kijken hoor. Sylvana had een mondkapje nog wat, maar ja, toch niet. Wel overdag. Gabriella Smak Gregor, als ik het goed uitspreek. Vraagt wat het startbord is van de, bij de veiling van de moeder van Kanga met Roe. Staat dat erop, hè, van Kanga en Roe. Dat kan je zien bij de veiling. Volgens mij €150. Ja, oké, dat is het startbord. Ja. Ja. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer? Nou ja, er vraagt er eentje van, hoi, hebben jullie WDCC? Nou, dat hebben we al laten zien. Ja. Onze grote vriend Sven van Genderen kijkt ook weer. Hij zegt, kom maar weer op met die puntjes. Ja, ik kan het wel. We hebben prijzen te verloten. We hebben een leuk prijs tussen het einde van de maand, hè? Even kijken. Christian Hollen vraagt even een vraagje. Hallo. Heb nog geen bericht gehad voor de kaarten voor de puntjes van vorige week. Waren ze op? Oh, daar heb je gewoon helemaal gelijk in. En volgens mij had jij er nog 5 te goed. Maar die gaan we nu ter plekke even voor jou gelijk ook in de doos doen. Mag ik 5 loten? Voor Christian is dat, dat klopt. Ja. Als er 5 zijn, ik denk het wel, steek even de duim op. Mogen doe het even uit mijn hoofd. Volgens mij had jij er 5 te goed. En die gaan we nu, ik laat het nu even aan jou zien. De dames zijn nu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Nou, dit is zo'n dubbele. Weet je wel? Zo'n eentje. Ja, echt hè? 3. En dan zitten we nog ergens. Nou ja, whatever. Ja, daar. ja, mochten er meer mensen zijn, want ze zijn voor diegene. Van vorige week, ze zijn natuurlijk gewoon binnengekomen. Ik doe hem erin, Christian. Als mensen ook nog niet gehad hebben en die laten kijken. Jullie krijgen ze echt volgende week en dan doen we gewoon echt nog een extra lotje bij. Omdat het echt druk was. En we zijn er eigenlijk niet aan toe gekomen. Hij zegt klopt, 5. Ja, goed zo. Nou, Christian, ze zitten erbij. Stephanie Heijmans vraagt, is er al meer informatie over het evenement? Nou, dat hebben we er straks helemaal uitgelegd. Ja, maar misschien als ze de vraag natuurlijk al in het begin gesteld. Straks als de livestream afgelopen is, kan je hem terugkijken, ook op Facebook of anders via de website. En dan kan je alles nog een keertje rustig op je gemakje bekijken, waarin Wendy alles uitgelegd heeft. Ja. Even kijken. Beb Borrel, ik vind hem leuk. Ja, dat was voor dit, hè? Ja. Jeetje moet echt een keertje langskomen. Zeker. Even kijken. Welkom, in ieder geval. Mike Filippo vraagt, wat is de prijs van die Little Mermaid van de WDCC? Ja. Wordt even nagekeken. Stuur dus noods een privéberichtje. Een pb'tje. Ja, stond het niet bij ook, die van de... Ja, wordt nu even nagekeken, dus loop even naar de winkel. Ja. Oké.
250, nee. Met certificaat en doos. Alles is natuurlijk compleet. Oké, nou ja, zo te zien. Heb je helemaal geen vragen meer? Ik ben er helemaal klaar voor. Even kijken hoor. Het zijn een hoop mensen die reageren, maar... even kijken hoor. Dan gaan we gewoon de prijzen gewoon verloten. Kijk eens. Leuk. Nou, die gaan we verloten. En deze dan. Lekkere hapjes en nootjes. Die gaan we ook verloten. Nou, we gaan Naomi zonder mondkapje. Het mag nu af. Naomi is mijn nichtje. Die kwam ons vandaag helpen. En die komt ook de 12e en de 13e helpen. Hallo Naomi. Hi. Hi. En Naomi, jij mag een loodje trekken. Oh, en even husselen. Even husselen. Zo, dat is een aardig berg. Nou Naomi, wat is het nummer? 1539. Zo, helemaal goed. 1539. Die heeft dit gewonnen. Gefeliciteerd. Nou, doen we het loodje er gewoon even in. Ja, en dan mag je nog eentje voor het mooie bord. Voor het bord. Bord. Hoe spannend. Interessant. Bambi bord. Je kan ook zien dat het echt voorbereid was, hè? Ja. Super voorbereid. Dat zo doen we dat. 1285. Nou, volgens mij 1285. Ja. Ja, het is een keer geen 3000. Ik denk dat mensen ook zeggen van, ga maar gewoon door. Ik ben Jessica. Ga lekker door. Ga lekker door. Zet mag nou, wel. Ja, nou, mag wel. Dan gaan we voor de puntjes. 1000 puntjes. Ze is echt aan het zoeken hoor nu. Ja. 218? Nou, nummer 218. 1000 puntjes. 1000 puntjes. Ja, nou ja, gehusseld dan wel. Maar er is een loodje uitgevallen. Oh, daar, ja? Op zijn kop. Oh, ja. Dankjewel voor de tip, Astrid, want die zag het. Goed zo. Dat was misschien jouw loodje. Misschien. Die zit nu hierin. Even kijken. 3109. Oh, 3109. Ja, nu is het afgelopen hoor. Ah, oh, ze denkt ook, daar nu moet ik weg. Ja, ik dacht, ik ga er weer vandoor. Nee, je mag nog twee loodjes in. 801. Kijk, zie je wel. 801, ook 1000 puntjes. Ja, gefeliciteerd. En de laatste. Alle laatste. Moet ik dan nog spannend maken? Ja. Ja, tromgeroffel. Let op, 1. nee, 4117. Oh, 4117. Gefeliciteerd. Ook 1000 puntjes. Ook 1000 puntjes. Stuur gewoon een fotootje op de Facebook-chat. En dan zetten we even 1000 puntjes weer op jullie account. Nou, ja. Dat was je weer. Ik had geen vragen meer verder. Dank jullie wel weer voor het kijken. En dan, jullie horen ons weer vaak genoeg. Ook voor het event natuurlijk. En morgen zijn we gewoon weer open van 12 tot 5 uur. Tot dan. Doei doei.